Goedemorgen allemaal. Vandaag is het woensdag en ook vandaag staat er voor jullie natuurlijk weer een rekenles in het rooster klaar. Voordat ik iets ga vertellen over de rekenles van vandaag, ga ik even kijken of je goed hebt onthouden wat je gisteren in de rekenles hebt geleerd. Dat doen we in de klas ook altijd even. Dan kijken we even wat hebben we al geleerd, wat weten we al. En daarvoor doe ik een kleine teloefening met jullie. Ik ga zo meteen beginnen met een hele makkelijke. In de rekenles van gisteren moest je sprongen van 10 maken. Nou, daar is een hele makkelijke mee. En we gaan eens dus even tellen van 10 tot 100 met sprongen van 10. Nou, deze lukt al gelijk om mee te doen, denk ik. Daar komt hij. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Heel goed gedaan. Er zat ook een sprong van 5 in. Nou, die gaan we een beetje moeilijker maken. We gaan niet bij 0 beginnen, we beginnen bij 50. We stoppen bij 100 en we maken sprongen van 5. Doe je gelijk weer mee? Daar komt ie. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 85, 90, 95, 100. De laatste die ik met jullie doe, om even een stukje te herhalen van gisteren, dat zijn de sprongen van 1. En wij beginnen zo meteen bij 90 en we stoppen bij 110. Ik ga expres even over de 100 heen, omdat je dat gisteren geoefend hebt. Nou, daar komt ie. We beginnen bij 90. 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Heel knap, heel goed gedaan. We gaan er natuurlijk nog vaker over werken. Dit was even een stukje over gisteren. Pak nu maar eens even pen en papier. Een gewoon blaadje. Ik ga met jullie een automatiseringsoefeningetje doen. Normaal doen we dat natuurlijk altijd 5 of 10 minuutjes in ons boekje in de klas. Nou, dat boekje hebben jullie niet thuis, maar we kunnen het ook op een andere manier doen. Ik ga straks 4 rijtjes geven aan jullie. Elk rijtje heeft 5 sommetjes. Het worden allemaal keersommen van tafels die je al geleerd hebt. En je hoeft alleen het antwoord op te schrijven. Nou, als je pen en papier hebt en je helemaal klaar zit, dan komt daar het eerste rijtje en die gaat over de tafel van 3. Daar komt die. 1 keer 3. 8 keer 3. 5 keer 3. 10 keer 3. 3 keer 3. Dat was het eerste rijtje. Dan komt het tweede rijtje. Die gaat over de tafel van 5. 10 keer 5. 7 keer 5. 2 keer 5. 9 keer 5. 4 keer 5. We gaan naar het derde rijtje. Het derde rijtje gaat over de tafel van 4. 4 keer 4. 8 keer 4. 6 keer 4. 10 keer 4. 1 keer 4. Laatste rijtje. Gaat over de tafel van 6. 3 keer 6. 9 keer 6. 5 keer 6. 2 keer 6. 10 keer 6. Dat waren de 4 rijtjes om eventjes te automatiseren. Nou, kijk ze straks rustig na. Ik ga namelijk nu iets vertellen over de les van vandaag. In de les van vandaag leren jullie te rekenen met korting.
Dat betekent als je iets in de winkel gaat kopen en er is korting, dat je niet het bedrag moet betalen wat op het kaartje staat, maar dat je een beetje minder mag betalen. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk. En daarvoor ga ik jullie op mijn computer wat sommetjes laten zien. Daar mag je goed mee naartoe kijken. En dat heeft te maken met jullie som 2. Zoek maar eens op wat bij som 2 kost er 89 euro. En er staat bij dat je 12 euro korting krijgt. Nou. Kijk maar eens even mee naar mijn computer. Wij hebben geleerd dat we dan een lange som kunnen maken om het uit te rekenen. De som is 89 min 12. En ik heb de 12 even twee kleurtjes gegeven. Het tiental is rood. En de twee losse zijn blauw. En je zult zo zien waarom ik dat gedaan heb. Die kun je makkelijk uitrekenen door eerst te zeggen 89 min 10. Kijk, die is weer rood. Van het tiental. Nou, dat is 79. Nu hoef ik alleen nog maar die twee losse eraf te halen. 79. De 2 is blauw. Want die is hier ook blauw. 79 min 2. Hoeveel is dat dan? Dan weten we wat het antwoord is van deze som. 79 min 2 is 77. Heel goed. Ik ga de volgende som klaarzetten. Daar komt hij. 28 min 12. Nou, kijk maar weer even mee. Ik heb de tiental weer rood gemaakt. Die gaan we er straks eerst afhalen. Ik heb de losse weer blauw gemaakt. Want die halen we er aan het eind vanaf. 28, we halen er eerst 10 af. Dat weten we denk ik wel, een sprong van 10 terug is 18. Als ik nu 18 heb en ik haal die 2 losse eraf, hoeveel hou ik dan over? Dan weet ik hoeveel 28 min 12 is. 18 min 2 is 16. Heel goed. De volgende som. 32 min 13. En als je goed kijkt, dan zie je dat het tiental nog steeds rood is. Maar ik heb de drie losse even groen gemaakt. Want hier gaat het op een iets andere manier dan net toen de losse blauw waren. Ga ik je zo uitleggen. 32 min 13. We gaan makkelijk beginnen. We beginnen weer met 32 min 10. Het tiental is weer rood. Nou, dat is 22. Maar dat is nog geen 13. We hebben er nu nog maar 10 afgehaald. Nu moeten de 3 lossen er nog af. Nu ga ik eerst 22 min 2 doen. Want dan maak je het jezelf heel makkelijk door eerst terug te gaan naar de 20. We gaan er even niet overheen springen. We gaan eerst even terug naar de 20. Dan haal ik er 2 vanaf. Dan moet ik er daarna nog 1 afhalen. Want die groene 1 en die groene 2 samen, die komen hier weer in die groene 3. Nou, wat houd ik dan over? 20 min 1 is 19. Heel goed. Ik ga er nog eentje met jullie doen. 99 min 15. Het kostte 99 euro. Je krijgt 15 euro korting. Nou. We gaan eens kijken. Ze zijn weer rood en blauw. Het rode is het tiental. Die komt hier straks terug. Het blauwe is blauw. Is de 5. Dat zijn de losse. Die komt hier straks terug. Maar we beginnen vooraan. We hebben 99. We halen eerst het tiental eraf. Dus we springen een 10 stappen terug. 89. Vanaf de 89 gaan we nog 5 losse stappen terug. Hoeveel is 89 min 5? Heel goed. Dat is 84. Prima. De laatste die ik met jullie ga doen. Dat is deze som.
97 min 29. En je ziet, in dit geval is het weer rood en groen. Dat komt, de rode is het tiental. En de 9 losse, die gaan we straks weer splitsen met aftrekken. Die gaan we weer verdelen, dat vertel ik zo weer. Wat we eerst doen is 97 min 20. Nou, dat kunnen we zien, is 77. Nu moeten die 9 losse er nog af. En dat gaan we weer doen door die 9 te splitsen. We waren bij 77 en we gaan eerst terug naar het tiental, naar 70. Dat betekent dat ik er eerst 7 losse afhaal. Dan kom ik bij de 70. Als ik er 7 van de 9 af heb gehaald, moet ik er daarna nog 2 afhalen. Want de groene 2 en de groene 7 samen zijn die 9 groene losse in 29. Ga ik weer terug. 70 min 2. Hoeveel is dat? Heel goed. Dat is 68. Nou, er staan nog een paar sommetjes bij som 2. Die mag je zelf doen. En daarna bij som 3 doe je precies hetzelfde. Er staan alleen geen plaatjes meer bij. Maar er staat eerst weer het bedrag wat je eerst moest betalen. Erachter staat wat de korting is. Maak er een minsom van. Maak het jezelf makkelijk door er een lange som van te maken. En dan kom je, als het goed is, vanzelf bij het antwoord. Zet hem op vandaag weer. Succes en tot snel. Doeg!